ZFM. Hoe heet deze plaat? Dit is Gun in the Yard. Dit is onze single. Kijk. Yes. Dat weten wij niet, maar we wisten niet wat je ging spelen. Dit is, dit is featuring de NOS dan weer. Ja, gaat-ie. Ja, vet. Komt-ie, gaat-ie. Met het NOS-journaal. Anderhalve maand voor het begin van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro heeft de gouverneur van de staat rond de metropool de financiële noodtoestand uitgeroepen. De economische crisis is volgens de gouverneur zo groot dat een totale ineenstorting dreigt. Rio de Janeiro kampt vanwege de recessie in Brazilië met grote financiële problemen. De staat komt dit jaar naar verwachting 5 miljard euro tekort. Volgens de gouverneur kan dat gevolgen hebben voor openbare voorzieningen als de politie, ziekenhuizen en scholen. De Olympische Spelen zouden niet in gevaar komen. Bij een grote brand in een pluimveebedrijf in Buurmalsen in Gelderland zijn duizenden kippen omgekomen. Twee schuren stonden in brand. Daarin zaten zo'n 38.000 kippen. En volgens de veiligheidsregio waren die niet meer te redden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een huis bij het bedrijf. Over de oorzaak van de brand in Buurmalsen kan nog niets worden gezegd. Tientallen Republikeinse gedelegeerden zijn bezig met een plan om alsnog te voorkomen dat Donald Trump de Republikeinse presidentskandidaat wordt, meldt de Washington Post. De gedelegeerden zijn onder meer gevallen over Trumps racistische opmerkingen over een rechter met Mexicaanse ouders en zijn uitspraken over de aanslag in Orlando. De gedelegeerden proberen het voor elkaar te krijgen dat mensen op de partijconventie kunnen stemmen op wie ze maar willen, ongeacht wie de meeste stemmen binnenhaalde tijdens de voorverkiezingen. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 11. Overdag eer zon, maar geleidelijk trekken enkele buien van west naar oost over het land en het wordt 16 tot 19 graden. Ook zondag is het vrij koel. Het blijft wel droog en later is er meer ruimte voor de zon. Na het weekend warmer en zonniger. Dit was het NOS Journaal. Featuring in het Nationaal.